In Breda zijn vijf vervalste bodemrapporten ontdekt van onderzoeksbureau Bodemstaten uit Vught. Het bedrijf fraudeerde in alle gevallen en heeft feitelijk nooit een bodemanalyse in Breda uitgevoerd. Bij een nadere beoordeling van de gemeente Breda bleek dat er geen directe risico's op de locaties zijn. Wel is er op twee van de vijf plaatsen door de gemeente ingegrepen. Een van de locaties bleek vervuild met olie. Daar is inmiddels gesaneerd. De inspectiedienst van het ministerie van VROM heeft de erkenning van bodemstaten ingetrokken en heeft een strafrechtelijk onderzoek laten instellen.